Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag laat ik jullie woorden zien die je kunt typen op een rekenmachine. Deze ziet er al denk ik een beetje oud uit. I don't know. Maar oké, we gaan beginnen. We beginnen makkelijk met het eerste woord LOL. Ja, ik ga hem wel eerst aandoen. Dan moet je dus 707 typen. En dan krijg je dus dit. Dan draai je de rekenmachine om en LOL. Bij jullie staat voor jullie staat mijn dingen misschien in spiegelbeeld. Oké, als dit je is gelukt en als het je nog niet is gelukt, dan zet je de video gewoon even op pauze. We gaan door naar de volgende. En dat wordt ietsje moeilijker. En dat is hi. En dan moet je gewoon eigenlijk 1-4. Dan krijg je dus dit. En als je het omdraait, hi! Dit is zo grappig, je kunt dit gewoon allemaal typen. Ja, dit zal waarschijnlijk ook al gelukt zijn bij jullie. En de volgende woord, hihi. Dan moet je dus 1-4-1-4. Oh, poepies, ik heb er ongeluk verkeerd gezet. 1-4-1-4. En dan draai je hem om. Hihihi. Ja, en het moest dus dit zijn. Poepies, ik heb weer te veel gedaan. Ah, ik ben dom. Oké, ja, dan gaan we naar de volgende. En dat is Bob. Voor de mensen die Bob heten en deze video kijken, je kunt je naam daarop maken. Kijk, 808. En dan krijg je eigenlijk Bob. Voilà. En je kunt ook nog Ellie, dus dat is iemand van mijn klas. Daar hebben jullie waarschijnlijk al van gehoord als je mijn andere video's hebt gezien. Die kun je ook maken. Dat is wel al ietsje moeilijker. Dan moet je 3. Dus 3. Of ja, 1-3. Dus 3, 1, 7, 7, 3. Kijk, dan krijg je dus dit. En dan draai je het om. En Ellie! Oh my god! Ja, voor jullie staat dat misschien een spiegelbeeld, maar boeien. En je kunt dus ook Leo maken. Dan moet je dus 0, denk ik. Ja, 0. Dan moet je eigenlijk punt, omdat anders... Eigenlijk gewoon komma, maar dat is een punt op een rekenmachine. Want anders gaat die 0 verdwijnen. Dus 0, punt. 3, 7. Voilà. Oh my god. En je kunt ook olé maken. Dan moet je eigenlijk... Ja, de lichtinval zit hier echt heel slecht. Dus ja, echt super flipping slecht. Ik ga een beetje zo zitten. Ja, nee, laat maar. Ik doe het gewoon zo. Dus de volgende. Wat ging ik nu weer? Ah ja, olé. Dat is 3... 7, 0. Olé. Oh my god, het is helemaal zo grappig. Ja, de volgende is oliebol. Die wordt al wat moeilijker. Ik ga dus de getallen gewoon zeggen. Is dus 7, 0, 8, 3, 1, 7, 0. En dan draai je het om. Oliebol! Oh my god. En dit zijn dus de cijfers. Hier heb je gewoon een code voor oliebol. De code voor oliebol is 7083170. Dan draai je hem om. Kijk maar. En dan draai je hem om en... Oliebol! Oh my god. Dit is zo raar. Ja, oké. De volgende is hello. Die kan ik eigenlijk in de intro van een video gebruiken. Dan moet je dus 0 weer punt... 0, punt, 7, 7, 3, 4. En dan krijg je dit. En dan, hello! De code voor hello is dus 0, punt, 7, 7, 3, 4. Oké. Dan de volgende, zijn er nog? Ah ja, oh, kun je ook maken. Dan is dat, nee wacht, och, ja, dan is het 4, 0. Och! En daar is de code 40 voor, eigenlijk 4-0 punt. Maar oké, dan de volgende. Zijn er nog, ja toch sowieso, dan kun je ook nog olie en bol maken. Want ja, oliebol, dan kun je ook die andere twee. Zijn er nog, eventjes denken. Even denken. Ja, ik ben letterlijk vergeten. Oh my god. Ja, ik zeg... Wel...
Ja, dat was echt een hele slechte mop. Woordgrap, I don't know. Ik maak de laatste tijd echt woordgrappen, dus ja. Ja, ik ben echt raar. Ja. Kun je nog iets maken? Ik ga een keer iets proberen. Kun je hier de vijf maken? Ik hoop van wel. Dan moet je. Dat is moeilijk. Je hebt er geen bekje op. Ga ik iets proberen? Oh nee, poepies, dat gaat niet gaan. Ja, nee, dat gaat niet gaan. Ik wou like maken, maar ja, dat gaat niet gaan. Nee, dat gaat niet gaan. Kan ik nog iets anders? Ik ga nu een keer de H gebruiken als A. De N. Wat kan ik voor N gebruiken? Oh ja, poepies. Ik ben helemaal verkeerd. De R. Dat hebben we ook niet. Oh my god, je hebt zoveel dingen niet. Ja, ik ben er. Oh, ik weet iets dat je kunt maken. Zoals er iemand vraagt, be like. Wat is jouw lievelingskleur? Geel. Oh. Ja, oké. Okay. Kun je er nog maken? Even denken, hè. Ik denk het eigenlijk niet. Waarom doe ik dat? Ik ben zo raar. Oké, ja. Ik denk niet dat er nog zijn. Ik weet het. Wacht even, Ire. Be like in Roblox wanneer je doodgaat. Oeh! Oeh! Ja, dat is echt een hele domme. Oeh! Ja, en voor jullie zal het waarschijnlijk zo zijn. Oeh! Oh my god. Be like, oeh. Ja, ik ga ze een keer opschrijven, de codes en de dingen. Heb ik hier iets waar ik op kan schrijven? Jutta, je bent zo raar. Ik denk dat ik nog een schriftje in mijn nachtkastje heb. Ga ik kijken. Ja, hier ben ik, ja. Kijk maar, ik ben een champignon. Prachtig. Laat ik even zoeken. Heb ik hier even... Ja. Ik heb hier nog een schrift waar ik in kan de codes opschrijven. Serieus, heb ik hier kiwi in proberen te tekenen? Dat is echt al 2 jaar geleden of zo. Er lopen twee tomaten op de straat. Zegt de ene, wat wil jij later worden? Zegt de andere, ketchup. Bruh, sinds wanneer staat dat? Scoop, parcours, rol, dubbele scoop. Wat de heck? Doei zoeken, doei, doei, I don't know. Ja, oké, we gaan beginnen schrijven. Ik heb hier nog een balpen. Dus, de codes. De eerste code gaan we LOL doen. Is natuurlijk 707. Zo, 707 is gelijk aan LOL. De volgende. Hello, ga ik een keer. Kan ik kijken welke dingen dat zijn? De H, hier. Dus dat is. Oh jee, poepies. Ja. Dus dat is 0, 7, 7, 3, 4. Is gelijk aan. Hello. Kijk, dat heb ik er al opgeschreven, maar bij jullie gaat daar een spiegel staan. Hoe irritant. De volgende. Oliebol ga ik ook doen. Laat ik kijken, hè. Even. Ja, zo. Ik ben aan het denken. Ja. Kijk. Oliebol! Ja, oké. Okay. En de code daar voor oliebol, als jullie het willen weten, is 7083170. Oké, dat moeten we opschrijven. 7083 is het eerste. 7083. En dan 170 is gelijk aan. Oliebol. Oh my god. Dan de volgende. Bob. Hier Bob, zoals jullie zien. 8, 0,
8 is gelijk aan Bob. Voilà. En dan Ellie ga ik een keer doen. Ellie, als je deze video ziet, ja, weet ik veel. Like, abonneer. Dat boeit eigenlijk niet wie je bent. Je moet liken en abonneren. Oké, dus. Yay, Ellie. Wat leuk. En de code voor Ellie is, als jullie het willen weten, misschien heet er nog iemand van mijn kijkers Ellie. I don't know. Ik weet niet wie mijn kijkers zijn. Dus ja, we gaan even kijken. 3. De code is 3. Het lijkt echt een coole iPhone, terwijl het eigenlijk gewoon een oude rekenmachine is, merk je. Dus 3. 1. 7. 7. 3. Is gelijk aan Ellie. Lekker zonder hoofdletter. Boeit me niet. zijn er nog? Hihi. 1, 4, 1, 4. Logica. 1, 4, 1, 4 is gelijk aan. Hihi. Voilà. Zijn er nog? Oh, eigenlijk. Ja, dat is 4, 0 natuurlijk. 4, 0 is gelijk aan. Och. Dan. Ik weet niet of er nog zijn, letterlijk. Bol. Dan moet je 708, I guess. Yup. Bol. 708 is gelijk aan bol. Voilà. Ah ja, Loli. Dat was ik nog vergeten te tonen. Dan moet je 3177 0 7. Kijk, en dan krijg je Loli. Wat leuk. Ja, oké. Ik ga dat ook opschrijven. 3177 0 7 is gelijk aan Loli. En dan is de vraag er iemand: wat wil je eten? Dan be like. En dan zo zeg je zo van: ik wil een 317707. En dan die persoon: wat is dat weer? En dan zo: je wat? Draai het gewoon om. En dan die persoon: oh, Loli. Ja, en nu Leo. Leo, dat is ook lekker, hè? En een Olly. Ja, oké, Leo. Dat is 0.37. Leo. 0.37 is gelijk aan Leo. Voilà. En ik denk dat we dan de video gaan beëindigen. We zijn ondertussen al 12 minuten en 40 seconden bezig. Ja, nu. Let's go. Dan gaan we hem beëindigen, denk ik. Oh, wacht. Ik ga hier een keer iets schrijven. Als dat lukt. Dit ziet er raar uit. Zou dat kunnen? Ik heb proberen bye te maken, maar de Y staat naar de verkeerde kant. Dus ja. Ja, oké, okay, bye. Ja, like. Abonneer hieronder voor meer video's. Ja. En dan zou ik zeggen: adios, my little amigos. Nee, little denk ik ook niet. Maar oké. Okay. Tada. Weet ik veel.